Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Mothership Countdown hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag moeten wij natuurlijk weer een Mothership halen in een Dominee 6 tegen 6 potje, terwijl we van een clash maar een bepaald aantal punten mogen gebruiken. Vorige aflevering hadden we de Mothership niet gehaald, wat inhoudt dat we in deze aflevering er een puntje bij mochten doen en een clash mochten maken met 8 van de 10 punten. Dus ik heb gekozen voor de CUDA met de Extended Max en de Rapid Fire erop als perks Afterburner, Tracker, Scavenger en Tactical Mask. En dat houdt in dat ik 2 punten mis en die punten mogen we ook niet gaan besteden. Halen wij de Mothership? Moeten we in de volgende aflevering proberen een Mothership te halen met de 7 punten. Halen we het niet, gaat er weer een puntje bij. Moeten we in de volgende aflevering proberen een Mothership te halen met de 9 punten. Totdat wij natuurlijk een Mothership hebben gehaald met 1 punt. Dus ik hoop dat jullie graag genieten van deze video. We gaan het Dominee potje joinen. Ik heb zojuist echt gewoon volgens mij 20 keer Mothership gezegd in de intro. Maar ik hoop dat jullie het snappen. We gaan het Dominee potje joinen. Dus tot zo. Alright boys, welkom in natuurlijk het potje. Ik heb hier de clash staan. 8 van de 10 punten hebben wij besteed. We hebben de Mothership natuurlijk aan als score streaks. Want ja, anders kunnen we sowieso die fucking Mothership niet halen. Dus we moeten hem wel aan hebben staan. Maar Mothership dan. En we hebben de CUDA. CUDA is best wel lastig om een hele hoge streak mee te halen. Omdat het natuurlijk een submachine gun is en ook... Waarom ben jij nog niet dood? Is en blijft, dankjewel teammate voor de support. Maar op zich, als we het goed aanpakken, hero, dan kunnen wij die Mothership wel droppen. En je moet opletten, sommige... Oh zo, ze gaan echt niet dood. Sommige enemies lopen dus een beetje om. Andere enemies die lopen er wel gewoon goed op af. En ze heel goed in de gaten houden wat die enemies nou precies doen. UAV is binnen. Nou, het is nu tijd om de Blackbird, oftewel Orbital Vset, of Hater te halen, hoe je hem ook wil noemen. En dan is het tijd voor de Mothership. En als we die hebben, even scavenger erop halen. Oop. En als we die hebben, dan hebben we alles. Ik haat dat soort mensen zo hard. Ik dacht, ik kan hem wel pakken, weet je. Ik kan hem wel pakken, maar... Ja. Helaas zitten dat soort mensen ook in de game. Ik kan er niks aan veranderen, maar ja. Ze zitten erin en ze zullen er ook altijd in blijven. En dat is fucking irritant. En dat noemen wij... Kutcampers. Oh, yo. Friendly care package incoming. Losing B. Securing C. Cyber asset. Wave vlag's mijn vlag, vriend. Friendly Cerberus inbound. Ik moet die haters niet halen, man. What? Hoe kon hij niet dood? Oh, Man of War met high caliber. Manowar met high caliber. Hetzelfde als Shiva met high caliber. Je kan er niks tegen doen, man. Als hij eenmaal op je hoofd schiet, dan ben je gewoon dood. Klaar. Je kan er niks aan veranderen. High caliber of Manowar. De twee meest overpowered wapens qua headshots in de game. Lekker gedaan, teammates. Ik ga wel naar C toe. Oké, weg hier. Ik ben mijn spot kwijt. Ze weet dat ik hier zit, dus ik rijd snel weg. Hij wist het, zag je dat? Hij wist dat ik daar ging komen. Hoe hij het wist, dat weet ik niet. Maar ik heb een UAV de week waar zij wel zitten. Oh, joh, wat wapen heb jij? Oh, Marshall, serieus? Oké, kut. Dan moet ik gaan opletten. Ik heb hem gewoon van een enemy opgepakt. Dan mag ik hem gebruiken ook. Ik zei net... Wacht, komt hij aan met zijn marshals. Hij loopt om, komt hij aan, let op. Sorry vriend, maar je teammate gebruikt ze, dus ik ga ze ook gebruiken. Het spijt me zeer. Maar die dingen zijn fucking sterk. Ah, ik hoor hem, ze blijven heel veel liggen. Komt hij aan. Komt hij aan. Nee! Motherfucker! Ik wist gewoon dat die Marshall naar binnen zou komen. Ik durfde niet meer naar buiten. En dat ik heb die Marshall in mijn handen. We kunnen die Marshall van hun ook daarmee pakken. En ik had niet verwacht dat hij dat zou doen, jongen. Ah, oh, motherfucker die het is. Ik ga niet mijn hater inroepen. Ik bewaar hem voor zometeen.
Dit is dus zo'n moment dat ik het niet meer vertrouw. Ik weet nu dat zij de marshals gebruiken en ik weet ook dat die dingen fucking sterk zijn op korte afstanden. Wat ik daar automatisch ook mee weet is dat ze mij heel erg makkelijk kunnen killen als ze dichtbij me in de buurt komen. En dat wil ik niet dat gebeurt. Dus eigenlijk moet ik dit soort afstand, ja dit soort... Ah shit. Het gaat heel erg lastig worden nu, man. Als je die marshals gebruikt, gaat het fucking irritant worden. Alleen hij schiet er gelukkig niet zo heel graag. Dat voordeel heb ik dan wel. Manowar, dat heeft de haarkaliber. Hij heeft die haarkaliber erop. Weg hier, ik ga weg hier. Ik wacht tot de ronde is afgelopen. Ik ga nu wachten tot de ronde is afgelopen. Er zit hier een enemy, oké. Oh, ik moet uitkijken voor die Marshall. Die killt je in één kogel. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Ik ben even aan het nadenken. Deze gozer die heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6 attachments op mijn wapen. Waarschijnlijk is hij goud aan het halen. Even denken hoor. Hoe ga ik dit doen? Ik ga... Ja, ik weet het niet. Ik moet uitkijken voor die Akimbo troep. Ik heb mijn hater nog. Die ga ik sowieso inroepen. Want over 280 punten heb ik een nieuwe hater. En ik moet afstand gaan bewaren. Sowieso moet ik uitkijken voor die Manowar met Heikelie. Want die killt me in één kogel als hij een headshot maakt. Twee. Maar ja, hij raakt je altijd nog ergens anders. Waarom activeer je nu je clones? Ik snap er helemaal niks van. Hij activeert zijn clones op het meest rare moment. De ronde is net begonnen. Oh my god. En hij activeerde ze al. Ook een marshal. Iedereen gebruikt een marshal. Dit is de officiële marshal dag volgens mij. Kut, ik viel. Oké, we hebben een mothership. Oké, we hebben hem jongens. Dan kunnen we in de volgende aflevering weer een puntje van onze class afhalen. Want dan moeten we natuurlijk weer proberen om een mothership te halen met een puntje minder. Ah, ik wist dat ik dood ging. Dus we hebben hem weer. Oh jezus, dat was nog even stressen ook voor die marshals, joh. Zo, de knetter. Hij kwam wel een paar keer om me af. Alleen gelukkig heeft hij me niet kunnen killen. Maar het was nog wel even goed opletten voor hem, want... Dat is dat klote wapen dat je liever niet wil tegenkomen namelijk. Ik gebruik hem zelf ook heel vaak. Het is gewoon geniaal om te gebruiken. Alleen, als je hem tegen je krijgt, jongen, dan word je er niet blij van. Oh my god, hoe heb ik dit nou weer overleefd? Lol. Toen moest je die loaden, hè, slimmerik. Oh, daar kwamen de marshals aan. Daar kwamen de marshals aan. Oké, ik ga mijn mothership gewoon inroepen. Jullie zeiden bij de weg dat ik een knopje moest indrukken. Oh zo, kijk, dit is infrared. Dat zeiden jullie tegen me. Je moet de dingen omwisselen, Jan. Dus ik heb het nu omgewisseld. Ga je nou echt hier vliegen? Misschien moet je wat dichterbij gaan, vriend. Wat een kutstreak is het ook. Dit is inderdaad wat chill, jongens. Nu kan je ze zien opgloeien. Dit is veel chiller, ja. Holy shit. Goeie, jongens. Nu kan je zien opgloeien, dus weet je precies waar ze zitten. Ja, dit is een goeie. Infrared aanzet op dit ding. Dit is fucking chill, jongens, zo op deze manier. Zo kill je er tenminste wat meer mee. Niet doen, vriend! Die stond me op te wachten tot ik uit mijn mothership was. Alleen hij was nog niet kunnen killen, want ik schoot gewoon meteen. Die vent baalt nu zo hard dat hij gewoon me niet af heeft geschoten, joh. Ik ben er al niet meer, vriend. Ik ben al ergens anders. Campertjes. Ik moet hier weg.
Ja, ik kon niet meer weg. Ik sta 62 om 6. Mooie score, man. Let's go. De spray. De spray. Ik heb de eerste kill gekregen, hè. Kom dan. Kut, Marshals. Ah, pussy. Zie hem rennen, jongen. Oh. Pussy die event. Nu ben jij alsnog dood, jongen. Niet doen! Ah, 66 kills. Nice. Dat is gewoon een mooi aantal. Niks op aan te merken. En een moddership gehaald. Dus er kan weer een puntje vanaf. Dus in de volgende aflevering moeten wij proberen een moddership te halen met 7 punten. 7 punten. Ik moest even nadenken. Deze was 8. Volgende... Oh, kijk uit. Marshals, kom eens aan. Nee, dat was geen Marshall. Kak. Dus ja, mooi potje gespeeld. Let's go. Zo doen we dat. Lekker gespeeld. Nice. En gelukkig niet gekild door die Marshals op een hoge streak. Nou ja, één keer dan. Maar niet nog een keer. En de hater ook goed bewaard. Als ik mijn hater eerder had ingeroepen, dan was het jammer. Want ik had nu 2 haters nodig voor 1 moddership. Dus ik had geluk dat ik hem even had bewaard. Maar we hebben het weer gehaald met de Clash. Met in totaal 8 punten. Volgende aflevering moeten we een puntje vanaf halen. Moeten we 7 punten gebruiken om de moddership te halen. En zo gaan we natuurlijk door. Totdat we een moddership hebben gehaald met de 1 punt. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het genoten hebt, dan like nog. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.